ik ben hier samen met Misha en wij zijn hier bij de Indoorhal in Roosendaal, waar we net eigenlijk een nieuwe motor getest hebben voor de wedstrijd, zeg maar. En we gaan eens even aan Misha vragen waar die eigenlijk afgelopen winter gezeten heeft. We hebben eigenlijk niet veel van hem gezien, niet veel van hem gehoord, maar toch staat hij, dus we gaan even vragen waar hij geweest is. Ja, ik ben vooral in Spanje geweest met Team Nam, met jou dan en met Klaas. Zijn we 2-3 weken in Spanje geweest, hebben we vooral getest met de motors en proberen hoe en wat en hoe het rijden gaat. Je bent ook met de selectie in Spanje geweest. Het is, je ging zaterdagochtend naar huis en zaterdagavond moest je alweer terug naar Spanje. Dus hoe ging het met de selectie? Met de selectie ging het rijden redelijk goed. Het was wel moeilijk, want er waren veel concurrentie. En ja, het rijden was heel goed gegaan, eigenlijk wel. En ja, ik heb veel geleerd en veel geoefend, dus dat is goed. En voel je al 100% thuis op Suzuki en wat vind je ervan? Ja, de Suzuki is echt super goed voor mij. Ik had niet verwacht dat het zo'n goede motor zou zijn. Vooral niet na een minder goed seizoen vorig jaar. En dat kan toch wat beurs van trekken komen. Ja, dat is super. En de Suzuki is gewoon heel goed voor mij. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. We hebben nou net, zoals ik al zei, een nieuwe motor getest. En ik ben er echt super, super tevreden over. En ik had natuurlijk alle afstellingen al van vorig jaar qua veringen en qua andere dingen, zeg maar. Maar voor Misha was natuurlijk alles nieuw. En heb je alles voor elkaar of ben je nog bezig? Ja, we hebben de motorblokken zijn heel goed. We zijn nu nog de vering af aan het stellen. En ja, wat dingetjes in blokken en wat andere dingen, de wielen. Maar de motor is vooral heel goed en de blokken zelf heel goed. Alleen de vering zijn we nog wel aan het testen. Nou, succes aan het komende seizoen en we spreken je. Ja, jij ook.